Ik heb de resultaten van de vorige twee filmpjes eventjes in één plaatje weergegeven. We hebben een kracht gehad van F2 die we hadden ontbonden in een x-component van 175 en 303. Wijzend naar links en naar beneden. En we hadden die kracht van 200 ontbonden in een component van 120 omhoog en 160 naar rechts. En nu kunnen we iets doen wat we daar niet konden. Dat is namelijk krachten in dezelfde richting die op dezelfde lijn liggen, die mogen we bij elkaar optellen. Dus die kracht van 175 en die van 160 mag ik bij elkaar optellen. En die kracht van 120 en die van 303 kan ik bij elkaar optellen. En dan krijg ik de resultante kracht in x-richting en de resultante kracht in y-richting. En als ik dat doe, dan zie ik diezelfde stip, ik zal hem hier nog even tekenen zo, punt A. In x-richting zal die dan een kracht overhouden van 15 naar links. 15 naar links. 15 newton. En boven en beneden bij elkaar opgeteld, dat is dan 183. Dus wat ik hier nou heb, dit is de resultante kracht in x-richting. En dit is de resultante kracht in y-richting. Van dat plaatje ben ik hier naar gekomen. Dus deze twee, die heb ik nou bepaald uit het feit dat de x-richting van die en de x-richting van die bij elkaar opgeteld 15 opleveren en de y-richting van die en de y-richting van die, dus de 120 omhoog en de 303 naar beneden opgeteld 183 opleveren. Dus de resultante krachten in x en y zijn nu bekend.